Goed, ons is nog steeds bezig met die gebalanceerde begroting vermenigvuldiger en ik ga nu een numerische voorbeeld gebruiken om te wijzen wat hierdie concept betekent. Ik ga eerst een paar aannames maken. Die ene is die grensverbruiksgeneigdheid gelijk aan 0,8 en derhalve is ons vermenigvuldiger is 5. Kom ons veronderstel, overheidsbesteding neem toe met 200. Dit leidt dan tot de toename van autonome besteding van 200, wat gelijk is aan die toename in overheidsbesteding. En nu zien ons dat die impact op die vlak van productie is, die vermenigvuldiger is 5 maal die 200, die verandering in overheidsbesteding, en dit geeft ons een toename van 1000 in jou vlak van inkomen. Als we naar belasting toe gaan en ons sê, goed, ons verhoog belasting met 200, dit laat dan die begroting onveranderd, so hy is gebalanceerd, en dan kyk ons wat is die impact op die vlak van inkomen. So de toename van 200 in belasting leidt dan tot de daling van 200 in die besteedbare inkomen. Nou gaan huishoudings en hulle bestee minder. Die vraag is met hoeveel bestee hulle minder? Wel, dit is gelijk aan die grensverbruiksgeneigdheid maal die belasting, wat die verandering in belasting, en dit is 0,8 maal 200, is gelijk aan 160. Dus dan van hierdie basis wat die vermenigvuldiger begin werk. In die geval is het dan 160 maal 5, en die daling in jouw vlak van productie is 800. So je kan zien dat die daling in productie is dan minder als die stijging in productie. Nou is een verschil dan van 200, wat dan jouw totale impact is op jouw vlak van inkomen. En wat je kan zien is dat die vermenigvuldiger, die overheidsbegrotingse vermenigvuldiger, is sterker als die belastingvermenigvuldiger. In ieder geval kan ons sê die net effect is gelijk aan 1. En dan word die verandering in overheidsbesteding van 200 leidt tot de 200 verandering in inkomen. So bij elke 1 rand is daar 1 rand verhoging in die vlak van productie. En dit is dan die gebalanceerde begrotingsvermenigvuldiger.